kaarten nog tegen. Voilà, hij is aan het opladen. Laden aan een openbare laadpaal is dus niet moeilijker of makkelijker dan benzine- of dieseltanken. Het grote verschil vandaag is dat als je je tankbeurt betaalt met benzine en diesel, dat je dat kan met je tankkaart en dat dat voorlopig nog niet kan voor een laadbeurt aan de laadpaal. Ja, je moet dus eigenlijk een laadpas of laadkaart hebben, wil je vandaag op een makkelijke manier kunnen laden aan het openbare laadnetwerk. En daar begint een beetje de problematiek, zou ik het niet willen noemen, maar door het feit dat er geen gestandaardiseerd systeem is, kan je moeilijk door de bomen het bos nog zien. Sommige kaarten komen met een abonnement, andere dan weer met een commissie. Een derde aanbieder rekent dan gewoon een extra kost bovenop het kilowattuur. Dat maakt het bijzonder moeilijk om op voorhand eigenlijk al te weten wat zo'n pasje finaal gaat kosten. Nu, gelukkig hebben wij een deel van het bos al een beetje gebied voor jou. Op onze website vind je een heel mooi en duidelijk overzicht van de belangrijkste aanbieders in België en hoe zij hun prijs zetten. Rest natuurlijk, waar staan al die laadpalen? Wel, goed nieuws, dat is wel makkelijk. De meeste aanbieders van een laadpas dan wel kaart hebben ook een app in de aanbieding waar heel veel van, maar sowieso hun laadpalen opstaan en ook de meeste van de concurrentie. En mocht je daar je gading niet in vinden, ook Google Maps heeft onlangs die functie toegevoegd.